u wilt linksaf. Moet u de tractor voor laten gaan? Moet de tractor voorlaten gaan. De tractor voorlaten gaan. Moet de tractor voorlaten gaan. De tractor voorlaten gaan. Moet de tractor voorlaten gaan. De tractor voorlaten gaan. Moet de tractor voorlaten gaan. De tractor voorlaten gaan. De tractor voorlaten gaan. Linksaf. Moet u de tractor voor laten gaan? Het juiste antwoord is ja. Ja, ja. Is ja. Ja, ja. Ja. Je kunt de U-tuin. U wilt linksaf. Moet u de tractor voor laten gaan? Af. Moet u de tractor voor laten gaan? Het juiste antwoord is ja. Ja, 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 ja. Het juiste antwoord is ja. Ja, ja. Tractor, tractor. Moet de tractor voor laten gaan? De tractor voor laten gaan? Ja, 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 ja. Het juiste antwoord is ja. Dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Zuid dan als een grote en verkeer dan als een beest. Ja, dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Ja, en ook moeder, die lapt er achteruit.
als die po die rotzooi niet verkopen kan, stopt die moe de kachel ermee aan. En die pa die loopt er in de reulika, en die moe die schapt er achteraan. Als die pa die rotzooi niet verkopen kan, stopt die moe de kachel ermee aan. Ik hoop mijn trend en ik hou van disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco hoor, dan tril ik op mijn benen. Dan zit mijn broer en krijgt die weer die rare benen. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Wat zit die andere shit maar aan de kippen geven. Huis, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens moeten vrijpen en het hooi moet van het land. Guus, kom naar huis, want er gebeuren rare dingen. Ik kan toch zo niet door aan Guus, wat is er aan de hand? Yeah.
Fiat. Bij ons, wij komen van het zat in Brabant. En daar heb je doorgaans al een hele stabiele ondergrond met de zandbaan. En als je daar dan klei op brengt. En die ligt zo'n paar jaar, dan is er niet zoveel aan de hand, dan is die baan keihard. Maar dan maak je met de bovenkant 12 centimeter los. Dan breng je het juiste vocht in. En dan heb je doorgaans wel gewoon grip voor de machines en weinig insporing van de sleepbaan. En dat is natuurlijk waar we naar zoeken. André de Loos, met de actie in de RS, waarvan we straks even passen op de Nederlandse contract. André de Loos, De roffel van de V8, die klinkt al vroeg in de achterkerk, Erik, en dan krijgen we een mooie gevoel bij. Heel mooi, dat zal alleen gedurende de run harder worden bij deze machine. We zien die niet heel veel wedstrijden rijden, maar het is een graag. En Jan praat, Jan Bakker over prachtige bike, dus ik wil toch minimaal 120 foto's, Jan, hè? En door. Dus die van 7 motorkap, maar gewoon een heel fijn doorrijden. Kijk, dan gaat die TA terug, moet je opletten, het hendeltje, onderuit, tikkie terug. Ah, dan gaat hij de differentieel. Dan gaat het rechter achterwiel wel twee keer. Nou, die is geplaatst en die het gaat dan over het Nederlands kampioenschap. Maar hier in iedere standaardklasse, ik heb er letterlijk niet één kunnen ontdekken, waarvan ik zeg, nou, die is al geplaatst. Dat zijn allemaal lokale deelnemers. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat er in deze regio toch niet al te veel officiële NTTO-wedstrijden zijn. Waar het warmstok gereden wordt. En betekent dat daarmee dat voor iedere deelnemer een schone lei is. En de beste per klasse, dat is het geloven klopt. Die gaat zich dan dus kunnen plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Dit jaar te rijden in Stavros. En Stavros, ook richting de nummer van Finale Rijk. En dan zijn wij de vierde afstand, de vierde op steden boven de 100 meter. Dat betekent dat we vanaf dit moment dus de afstand van Nico Kruijker, die als vierde op dit moment uit de ABC-streek staat aan het einde van de baan. 100 meter en 89 centimeter. De vooruitgaande met de beste vier naar de finale gaan. Dat betekent ook boven de 100 meter, omdat hij al uitgelegd. Er zal er dus iemand van die huizen moeten komen dat hij meer dan 100 meter en 89 centimeter hier gaat aflopen. Voor de klasse van Lies zou wel in dit geval de druk van de zes Sieverskamp top zijn. En dan de kantoortjes aan de kansen. Dat is een kantoortje. En is het de boos hebben. Dat is wel de Hij gaat zelfs zijn eigen verwachting gekomen, dat weet ik zeker. Ik wil de balans is goed, moeten we niet gewoon recht houden, dan houden we daar niks meer tegen. Die motor gaat echt niet uit. Nee. Die gaat gewoon snelheid maken, moet je eens opletten. Hij gaat snelheid maken, maar hij moet vervolgens een beetje recht zetten, zo ja. En we de rest nergens aankomen. Oh, ik moet even aan deze kant concentreren. Kijk eens even wat er hier aankomt. Hoe mooi kun je ze rijden. Gaan wij eens even kijken met nummer 5 uit luisteren, Marjolein Mamias. We hebben een 818 en dan een 818 nog een echte oude, ofwel een NM-motor. 6 gangen ZF-versnelling, 4 traps powershift. En kijk naar die ogen van Marjolein, want die kijken niet naar het publiek, maar die kijken naar de toerteller. Want ze hebben gezegd, bij zoveel toeren moet hij...
Deze kant is het Arno Senier, die gaat aanraken. We hebben al zo'n majestueuze Fiat zien gaan, die hier ook de proeftrek had en dan niet staan, maar wel nog een beetje. En dit is dus ook zo'n 180-90. En weegt dat even af, maar degene die hier als allereerste in de klasse reed, die dus een wat hogere achterbak, het standbord zat keurig in de school. Degene achter het standbord, die zijn er van de reeks niet over. Ziet in de dag en een stukje door de lucht gedaan. Maar deze natuurlijk qua motor en versnellingsbak dezelfde configuratie. Hierna, na deze klasse, gaan wij al wat meer richting de tractoren waarvan misschien een gedeelte van het publiek, ik zie hier al mensen met oorkap opstaan, toch gekomen zijn. En die gaan dat zo meteen gaan volledig aan hun brekken komen. Ze zei dat het dan nog op diesel is. Maar we gaan natuurlijk ook nog later vandaag richting metrol. We gaan nu al die geheimen, inclusief hoe zo'n sleepwagen werkt, voor degene die zorgen heel wat gebeurt er hier eigenlijk. Gaan we nog even links stap voor stap doorlopen om nu helemaal bij te praten over hoe zo'n spelletje uiteindelijk is opgebouwd. En zo zijn de twee Bienenvelden achter elkaar in de klasse, want Sam Bienenveld komt zo dadelijk terug van zijn 4-3. Of je reageert op Hanse Stalbo over die Schelter, dat je heel graag zou willen hebben bijvoorbeeld. Dan gaan wij straks bij de tweede prijsuitreiking, gaan wij uit al die likers gaan wij iemand uitpikken en die mag die Schelter mee naar huis nemen. En diegene moet wel hier aanwezig zijn, want dan moeten we hier live in ontvangst. Ik geef nog geen plaatje, maar dat zal ongetwijfeld zo meteen toch wel gaan veranderen. En je ziet het eigenlijk niet, maar net voor die achterwielen, onder de achterbrug. Je zal meteen maar even kijken als je terugkomt. Daar hangt de complete 3,5 tonstrekker aan gericht. Nou, hoe ongetwijfeld kun je onderweg zijn, hè? Dit is toch geen enkele nog. Zo de snelheid erin. En dan moeten we naar rij 103 meter. En die is heel goed onderweg. Oh, we zien hier rijden. Maar hij is zo zwaar. En En de prijsuitreiking dit jaar in 3 blokken zal plaatsvinden. We daar een hele speciale prijsuitreiking, een wagen voor ingericht hebben. De commentatoren waren niet meer gewenst op de VIP zoals vorig jaar, dus ze zijn wel even een andere oplossing voor bedenken. De prachtige wagen daarvoor bedacht en daar gaan we de winnaars straks overhuldigen. Maar als je vijf wilt, stel dat je vijf kan vandaan. Ik heb nog niemand uit de rechts zien gaan. Dat betekent dat er 12,46 nog steeds 5 staat. En we schrijven full pool aan deze kant, de eerste in de finale, maar dat was 120 meter 29, mochten wij door willen meten. We hebben hem niet afgeplakt. Maar André de Roof, wat gaat hij doen? Gaat hij ook een 110 meter komen? En zo rijden dus in de klasse met kwalificatieafstanden, Erik van Rondom, is het? We zagen een paar honderd tien, maar ook tussen de 7 en de 40 meter zagen we ernaast hangen. Zo groot zijn de onderlinge verschillen. Enorm. De 8-sessies rijdt hier nooit hier verkocht. En waarmee hier het zaakje net en de
afstand gereden die niet te veel waard is. Daar gaan we ons natuurlijk bijna weer in de lijn houden van de tijd. We willen naar de aanzet van de bezigheid. We gaan voor 10 meter voor geen probleem. We kunnen nog een voor de zetten van de tweede zetten. Zodat het door meter meter achter de grote vraag is. Wie kan daar op de lucht? Dus zonder die dubbel lucht ernaast. Wie kan daar tegen weer aan gaan bieden? Kijk eens aan deze kant van mensen. Kijk naar de wacht. Kijk naar zit. Dat zullen we nooit weten, nu niet in ieder geval. Maar remt hem eigenlijk aan de rechterlijn gewoon dood. Trek iets om naar rechts, dan gaat hij dus met dat ene rempedaal aan het remmen. En voor de technici onder ons, trekken en remmen tegelijk, dat gaat het niet worden. Zo. Extra hier ook het respect natuurlijk groeit voor degene die tot op heden als enigste die 110 meter doorkwam. Want als de snelheidsbak en banden op een totaal unieke manier...
Hier wel eventjes een heel terechte opmerking. Waarom laten jullie ons dan tegelijk rijden? We spreken met de wedstrijdleider hier aan de lijn van de bal met de twint. Luister dan naar Ben Rutz. Hier nog eenmaal in de wind. Hey, en dan van zo'n balans terugkomen. Ja, keiver aan. En nu dus lekker thuis. Lekker met het Zeeuwse zelfs in zijn eigen dorp. De man van Autobedrijf Dekker. Johan de Visser. Die met de 1246, zoals we dus ook al een standaard configuratie in de 9 ton gezien hebben. Maar hier dus met de wilde editie. Wacht even, maar dan komt het. Laat je op, want dat doen we van Johan de Visser. Eerst Johan de Visser en dan snel naar jouw kant, Erik, voor de uitleg van Asterix. Als de witte rook verdwijnen is, dan moet hij langzaam naar zwart toe gaan. Vlammetje boven de uitlaat zie je af en toe verschijnen. Stoken, stoken, stoken. En dan voor het maximale op zijn thuiswedstrijd. En dat ben ik! Oh, daar gaat de versnellingsbak overstuur. Daar valt die regentje. Met Robinson van Poel, 106 meter voor Buiks. Dat zijn de drie finalisten torpeden. De Reukunni 87-58, versnellingsbakschade en oude Dream 61, Benny Renner bij de baan. Cobra XL 93-30 en het draait gedeelte uit de motor. Hoe nog mag ik zeggen, wat een slagveld hier in Aardenkerken. Aardenkerken in de 3,6 supersport. En dan eens kijken of dat we dat met zo'n ranke vlak 9600. Wel recht langs het lijntje, zoals uiteindelijk Ringstad als eerste week kunt men laten zien. Dat wel gaan we naar Alstrup halen, de combinatie Blue Tiger! Gaan wij met de Kees Puma onderweg luisteren naar de naam Six Fighter. Oh! Hij was met het wegrijden, voor degenen die goed gekeken hebben, de meeste Mark van Zeeland. Oud Vosmeer. Kijk eens, kijk eens. En dat is ook gewoon diesel, ja ja. Onverbrande diesel die door de uitlaat naar buiten komt. Omdat de toeren er nog niet in zitten, de hoeveelheid lucht er nog niet bij komt. Ja, en dan ook onbalanse ronde. Het is zo moeilijk om het hier weg te krijgen. Je kunt wel niet banden trouwens op. Ja, hier is trouwens de overkant weer. Tot aan de wedstrijd in Stroet dit jaar, want het Europees kampioenschap Truppe Tractorpooling is dit jaar in Nederland. De vierde Europees kampioen in deze klasse mag dragen. Afkomstig uit de Achterhoek, afkomstig uit de Voorst is het deze Proud Eagle, Reinier Sundermeijer. Oh, my God.
dat straks, we hebben het meegemaakt. Kijk naar die startplek, helemaal aan de linkerkant van de baan. Gaat de groene aardbei nogmaals proberen. Wat doet hij dan? Vol pol! En de eerste daarvan is deze grijze Jondeer. Oftewel gaan wij kijken naar een optoeren, een interessant proces van de combinatie van Insgoed Rotterdams uit Halst. Start gemaakt hier in Aardbeek een Bilderspoor. Ja! En heel terecht naar het Erik van Dorf was de man die hier reed bij de Russian Roulette XL. Aan deze kant kijken wij naar de combinatie Vloer-Vol. De T7270, die daarmee voor mij nog wel redelijk onbekend, een redelijk nieuw gebouwde combinatie. Beetje toeren, toerhouden, nu vol onderin, daar begin je ook. Blijft natuurlijk moeilijk, maar wel in ieder geval die 100 meter voor de Rolls-Royce Griffon, dus fors opgevoerd. En die geeft dus ook dat hele, hele zware geluid. We gaan ze straks zeker nog terugzien. We gaan nog heel veel verschillende motoren zien aan de andere kant. We gaan. Ja, dat gaat over die ontsteking hè, en dat storen over dat geluid heen tot hoe volt gaan. 30, 40.000 volt. Ja, zoiets zeker. Ja. En die ontstekingen. En dat heeft zo'n enorm magnetisch veld. Dat ook al sta je hier met de beste geluidsapparatuur. Zeker als dat dan onder je klep nog een keer staat te vertrekken. En dan hou je dat daarmee in ieder geval eventjes niet heel bezwaar dat geloof is. Hij is teruggeruimd. Ja, en hoe kan een versnellingsbak het voor zijn kiezen krijgen, hè? Zoals het daar dus gebeurt, maar nu blijft het erin zitten. En dan zou het misschien met een volgende run op dezelfde wijze kunnen gaan zoals we dat bij jou wisten. Blue Tiger op 90, de Red Bunny op 90, de Groene Aardbei 89 en Pipesteen op 80. Hoe spannend zullen we het hebben? Ja, van de Netherlands, Special. Er staat een feesttent in het weiland met een strakke bandennaast. Het laatste gras moet nog naar binnen, alle boeren krijgen haast. Eens per jaar bij ons in het dorp is het allermooiste feest. De geur van bier en diesel, ja daar moet je zijn geweest. Als de strak blauwe hemel opeens verduisterd is, dan weet ik dat de trek begonnen is. 100 meter vlammen op de wak geschoven baan. Als de groene vlag gevallen is, dan komt het erop aan. De ketting strakke volle gas, power op de aandrijfas. De motor brandt, maar ik blijf cool. Ik ga weer voor een voetboel. Als de strak blauwe hemel opeens verduisterd is, dan weet ik dat de trek begonnen is. Langs de baan staan al mijn maten, elke poel zijn ze erbij. Met een biertje, mooi te kijken als ik naar de baan toe rijd. Het komt er nu toch echt op aan, ik ga voor mijn tweede trek. Ik pook de motor op
En daarna ga ik als een gek. Als de strak blauwe hemel opeens verduisterd is, dan weet ik dat de trekker trek begonnen is. 100 meter vlammen op de... Van die lessen. Op het terrein.